mensen, we zijn meteen bij de tweede video, meteen erachteraan opgenomen. We zijn hier in Mallorca. Dat zie je ook wel aan al die mooie huisjes en op die berg. Alle auto's. We zijn hier eigenlijk voor de tweede dag hier. We hebben best druk gehad. Het is binnen super cool. Maar ja, moet je dit zien. Let op, hè. We hebben een wc-pot, ja. Let op, zie dit. Zien jullie het? Er zit iets zwart op de pot. Gadverdamme. Dat is dus echt super cool. We weten niet wat het is, maar ja, het kan ook een worst wezen. Nog een keer het uitzicht. Je ziet de zee als het goed is. Als het goed is, tenminste. Je ziet daar heel erg ver weg een hijskraan. Ik weet of jullie hem zullen zien. Echt heel erg ver weg. Het is super druk. Allemaal auto's. Echt wel een geweldig uitzicht hier. De dag is dat wij de slechte kant van het uitzicht hadden. Wij hebben namelijk gewoon de goede kant. Want de andere mensen kijken meteen tegen een ander hotel. Het is een 4-sterren hotel. Nou, lekker eten hebben ze hier. En echt, moet je dat daar zien, hè? Dat kruis. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Nee, jullie kunnen hem niet zien. Het is een hele hoge berg. En er staat een kruis op. Echt, holy shit. Waarom zou je daar je mensen denken? Ik denk dat daar een mens ligt begraven. En ja, dat lijkt me niet echt lekker om daar te gaan liggen. Moet je zien wat mijn zusje met haar poppen doet. Dat is echt mooi. Hoe zij dat allemaal gaat doen. Ik denk dat ik zo even naar het zwembad ga. Dat is dan ook weer een nieuwe video. Dan ja, dat wordt lekker zwemmen natuurlijk. Ik kan mijn camera meenemen in het water. Maar ik weet niet of ik dat zou gaan doen. Want ik weet echt niet of die waterproof is. Maar ik denk het zelf wel. Ja. Ik denk dat ik... Want mijn iPad kan ook niet echt heel veel... MB's opnemen en zo. Dus ja. Het zijn korte video's. Dan moeten zij al in het vliegtuig. Ja, je mag een... Een camera zagen we een hele mooie, echt een goede YouTube camera. En we zeiden van, ja die mag je wel gaan kopen. Maar weet je wat er dus gisteren was? Let op, hè. Gisteren was er iets. Zie je hoe lang die gang is, hè. Hoe lang die gang is. Oké. Gisteren, licht uit. Holy shit, mijn zusje. En ik speelde dus Five Nights at Freddy's. Misschien kennen jullie het wel. Nou, dat is een super random spel. Het hele enge monster, dus mijn zusje, durfde de gang niet door. Dus ik moest per se eigenlijk een licht aan doen. Maar het licht was kapot. Dus ja, toen kon ik het licht niet aandoen. En dat was dus echt pech. Ik ga nu even ondertussen een beetje proberen nog uitzicht te krijgen. Maar ik weet niet of het lukt. Ik ga even door deze gang. Nieuwe andere deur. Er zijn allemaal mensen, maar... De sleutel die ligt in de deur en ik heb de deur dicht gedaan. Dus wat is het probleem? Ik kan er niet meer in. Fucking hell, ik moet naar de receptie. De vlog is ook ten einde. Mensen, ik ga nog wel bij het zwembad een nieuwe vlog maken, maar laat de mensen.